Velen van u hier aanwezig weten ook dat ik, ik zal het maar zeggen, vorig jaar rond deze tijd feitelijk zakelijke verkering heb gevraagd met Manon. Ik was op zoek dus naar een zakelijk vriendinnetje, had ook een vriendje kunnen zijn. En op die vraag, wil jij verkering met mij, antwoordde Manon eigenlijk met een volmondig ja. Ik ga nu mijn handeling verrichten en daarna gaan jullie allemaal toasten. Ja? Oké.